En heb je toekomstplannen nog? Of, Nee, maar die heb ik eigenlijk nooit. Goeiedag, dames en heren van Meegaren Magaren. En we zijn deze uitzending hier bij Café en Cafetaria De Mulder. Zoals jullie zien staan hier Johnny en John zit hier. Dus welkom. Dank je wel. Ja, dus echt familiebedrijf. Een familiebedrijf, ja. Ja, leuk. Dus en hoe lang runnen jullie al dit café? Wij zitten vanaf mei 2000 hebben wij het café. En we zijn er een aantal jaren tussenuit geweest, hebben het café verhuurd. En nu zitten wij er ook alweer in vanaf januari 2016. Dus dat wordt 1 januari ook weer 5 jaar. Wat vinden jullie van die maatregelen die er nou zijn? Ja, daar heeft iedereen een eigen mening over, denk ik. In mijn ogen zou het voor sommige takken wel wat minder mogen. Dus iets versoepeling. En voor andere takken waren we weer wat strakker. Want we zijn onderling pas naar een tuincentrum geweest en naar de Efteling. Nou, als je ziet wat daar gebeurt, dan denk ik dat met name in de restaurants dat ook wel iets mag gaan gebeuren. Mm-hmm. Ja, ja. En de rest kan iedereen daar een eigen invulling aan geven wat hij daarvan vindt. Mm-hmm. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk in het vak beland? Ja. Ja. Nou, ik ben toen ik nog op school zat en we pap en mam het café gekocht hebben en de cafetaria begonnen. Toen heb ik naast school in de cafetaria gewerkt. Ja. Toen daarna ben ik ander werk gaan doen. Maar toen de huurders hier uitgingen en pap en mam weer teruggingen, was het eigenlijk meer als een soort dolletje dat ik weer de cafetaria zou kunnen doen. Maar dat leek me eigenlijk toch wel een goed plan. Dus ja. Toen toch maar erin gestapt. Hoor, leuk. Ja. En jij, Johnny, hoe ben jij in het vak beland? Wij hadden eerst een autobedrijf in de Bommelse Straat. En eind jaren 90, toen veranderden alle technieken in de auto. Het werd heel veel elektronica en zo. Dus ik zou een hele hoop cursussen en zo moeten gaan voeren. Volgen. En daar had ik niet zo'n zin in. En toen wilden we eigenlijk wel iets anders gaan doen. En ja, mijn vrouw die wou Megen niet uit en de Megen stond alleen maar een café te koop. En zei, nou ja, dan gaan we dat maar doen. Ja. En zodoende, toen hebben we het café overgenomen van Wim Willems. Ja. En zo is het begonnen. Ja, want wat betekent het voor de horeca van dat jullie dus nou dadelijk te koop hebben gezet? Dus wat gaat er worden? Wat denken jullie? Ik denk zelf dat het wel verder kan gaan als horeca, maar dan meer gericht op eten erbij. Ja. Anders zie ik het voorbestaan voor de volgende eigenaars wel een beetje lastig. Ja. Omdat we weten allemaal dat het wel in de cafés overal terugloopt. Mm-hmm. En ja, dat is hier ook het geval als ik zie hoe dat in 2000 was tegenover nu. En dat zul je er toch wel wat anders bij moeten gaan doen als alleen maar het café zoals wij het op deze manier doen. Ja, zeker spannend. Want ja. Jullie doen te besluiten, want heeft dat te maken met de maatregelen dat jullie stoppen? Nee, wij waren al van plan om het te koop gaan te zetten. Ja, wij worden volgend jaar allebei 64, Inik en ik. Dus en als ik rondom me heen kijk, zie ik dat de verkoop in de horeca nou niet zo vlug gaat. Wel een hele tijd vooruit moet trekken. Dus ja, we willen hier ook niet in blijven zitten totdat we 70 zijn of zo. Dus daarom de stap genomen om het alvast te koop te zetten. We hoeven er niet 1, 2, 3 uit, maar het moet ook, hoeft voor ons ook geen 6 jaar meer te duren. Nee. En geldt dat ook voor jou, John? Ja, als papa en mama eruit gaan, dan ga ik ook eruit. Het heeft voor mij heel veel voordelen dat we het samen doen, want ik kan elkaar helpen en het is voor mij makkelijk met de kinderen. En ja, eigenlijk alle voordelen die we nu hebben, zeg maar, die verdwijnen dan. Mm-hmm. En het is hier allemaal te in elkaar verweven om het te kunnen scheiden, zeg maar. In verband met voorbereidingen en afwassen en poetsen en dat soort dingen. Ja, dat moet allemaal via de privékeuken gebeuren. Dus als je dat met andere mensen doet, wordt dat toch weer een stukje anders. Ja, dat is zeker. Ja. Ja. Ja,
En wat gaan jullie dan hierna doen? Ja, ik heb nog wel een paar dingen waar ik mezelf mee bezig kan houden. Ja. En ja, maar dat ligt natuurlijk ook aan hoe lang dat het duurt. Mm-hmm. Nog, en heb je toekomstplannen nog? Of, Nee, maar die heb ik eigenlijk nooit. Ik kijk ook maar wat er op mijn pad komt. Ja, oké. Okay. En jij, John? Ja, ik werk momenteel, sinds de coronacrisis werk ik ook in het ziekenhuis. Dat deed ik ook voor de cafetaria. Mm-hmm. En vanaf januari ga ik daar ook gewoon weer voor vastwerken. Daar hebben ze me gevraagd wat ik wou blijven. En dus daar heb ik sowieso achter de hand. En dat vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Dus mm-hmm. Ja, ik heb nu eigenlijk twee banen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is wel een geruststelling. Ja, dat is zeker. En ja. Maar kun je daar nou op dit moment wel goed gecombineerd krijgen? Ja, nu gaat het wel beter. Tijdens de eerste golf heb ik 5 ochtenden in het ziekenhuis gewerkt. En daarnaast nog de cafetaria. Dat was wel veel. Ja. Nu werk ik 2 tot 3 ochtenden in de week. En dat gaat op zich wel goed. En er wordt eigenlijk 1 vaste dag om mee te beginnen. En daar kan ik dan uit gaan breiden mocht de cafetaria verkocht worden. Ja. Ja. Waarom zouden mensen dus dit mooie pand kunnen kopen? Kun je dat in het kort vertellen? Wat ze ermee zouden kunnen doen. Wat ze mee zouden kunnen doen en waarom dat ze juist dit pand zouden moeten kopen. Dus wat maakt het zo uniek? De ligging, denk ik, is wel uniek. Midden in het hartje van Megen. Formaat. Het formaat, het is groot. Het, het bestaat uit verschillende delen. Hè. Zoals je achter ons kunt zien, zitten we nu in het café-gedeelte. Achter het rolwerk zit het zaalgedeelte, dus er zijn mogelijkheden. De keuken is beneden, best wel groot. Als er mensen op eetgebied iets willen gaan doen, ja, kunnen ze dat makkelijk doen, want ja, de keuken is op de begane grond. Dat is heel erg makkelijk. We hebben verschillende ingangen. Ingang achter van het café, ingang voor de zaal en de cafetaria. Dus ja, er liggen wel mogelijkheden voor iedereen. Zou ook nog praktijkruimte kunnen zijn voor iemand, voor een therapeut of net wat dan ook. Ja. En wat maakt volgens jullie Megen zo uniek? Megen op zich? Megen op zich, ja. Waarom zouden ze hier naartoe moeten komen? Ik denk dat Megen vooral zijn uitstraling en zo. Ja, de bekendheid. Ja, de ligging en langs de dijken en de fietsroutes en dat soort dingen. Ik denk dat Megen, het plaatje Megen zichzelf verkoopt. Oké. Okay. Ja. Ja. Hebben jullie nog tips of willen jullie nog iets tegen de mensen vertellen? Wat je graag... Ik hoop iedereen goed door deze tijd heen komt natuurlijk. Allemaal gezond blijven op dit moment. Ja. Is dat denk ik voor iedereen het belangrijkste. Mm-hmm. En rustig blijven, afwachten. Ja. Geen gekke dingen gaan doen. Ja. Ja. Geldt ook voor jou? Ja, zeker. Ja. Ja, probeer jezelf zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. En hoe harder we daar tegen ingaan, hoe langer het allemaal duurt, denk ik. Dus probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen en blijf gezond. Ja, dat is goed. Ja. In ieder geval, dankjewel voor het fijne gesprek, jullie. Ja. Hartelijk bedankt, dames en heren, voor het kijken. Wij wensen jullie ook vanuit Makers TV allemaal een hele goede gezondheid. En tot de volgende keer. Schip van